Telis Uris. Telis Uris streeft ernaar om de partnerschappen met haar klanten duurzaam te behouden en ontwikkelen. Telis Uris Nikeri organiseerde in dit kader een business netwerksessie. Dit terugkerend evenement is een initiatief met als doel de verschillende sectoren bij elkaar te brengen om te netwerken. Branchmanager van Telesuur Nikeri, Melvin Tirto Semito, spreekt van een structurelere aanpak naar het aanhoren, verbeteren en verbreden van diensten die het bedrijf levert. Voor de efficiëntie is het daarom ook belangrijk dat de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers solide is. We voegen heel veel waarde aan toe, omdat we weten dat het heel belangrijk is om persoonlijk bezig te zijn met onze businessklanten, te weten wat hun behoeften zijn in hun dagelijkse operatie. En afhankelijk door vaker met hun te zitten, te vragen van wat ze allemaal nodig hebben om hun business beter te laten te vloeien, dan proberen we wat wij hebben te faciliteren daarmee. Laat zeggen bijvoorbeeld, allereerst, het eerste wat een business nodig heeft is internet in deze tijd. Om promotie te maken van hun business, om met elkaar in contact te treden. In deze tijd, we hebben bijvoorbeeld wel een smartphone, maar je ziet dat een heleboel klanten meer data nodig heeft. En we proberen dat ook veel meer te promoten, welke diensten wij allemaal kunnen aanbieden. Verbetering van de netwerkdiensten geniet ook prioriteit, zegt Tirto Semito. Hij vertelt meer over de toekomstperspectieven van het bedrijf. We hebben een groot deel van onze klanten buiten New Nikeri om overgenomen in glasvezel. En we hopen binnenkort onze klanten in New Nikeri zelf allemaal over te nemen in, op glasvezel. En als dat gebeurt, dan is er een betere connectiviteit. De volgende stap is om de klanten te begeleiden in het digitale gebeuren. En dat doen we nu al door klanten quitanties online aan te bieden. En dat ze ook via hun self-service portal zaken kunnen doen met Telesuur. Dat ze hun facturen kunnen zien en al hun betalingen en zelfs hun betalingen kunnen doen. En in deze periode in het bijzonder is het belangrijk voor ons als bedrijf om al onze klanten, jong en oud, te begeleiden in het proces om het digitaal betalen te kunnen doen. Volgens Tirto Semito zal vanuit het bedrijf gewerkt blijven worden aan bevordering en versterking van de banden met belanghebbenden. Morgen krijgt u meer nieuws over de actuele ontwikkelingen in het district.